Goedemorgen allemaal. Het is vrijdagochtend, ongeveer 7:30. Zo zie ik eruit als ik net ben opgestaan. Ik heb even wat water gedronken, even geplast, mijn gezicht gewassen. Ik voel me gelijk al wel weer een stuk beter, dus dat is natuurlijk fijn. Het is een prachtige dag vandaag, jongens. Kijk eens naar buiten. Oké, wacht. Kijk dan eens hoe mooi dit is. Ik dacht, het is wel weer leuk om een ochtendroutine op te nemen. Er staat namelijk nog geen ochtendroutine op dit kanaal. Dus ik dacht, why not make one? Dat ik eigenlijk wil doen altijd is even lezen. Ik doe dit nu, ik denk, voor ongeveer een maand of zo. Ja, ik doe het niet per se elke ochtend, maar wel echt 6 van de 7 ochtenden in de week, laat maar zeggen. En ik merk gewoon dat ik daardoor ten eerste meer lees en ten tweede gewoon de dag start zonder zorgen. Gewoon, ik heb het idee dat in het eerste 1/2 uur van de dag je hele dag een beetje wordt bepaald. En als je in die tijd al helemaal op je telefoon gaat zitten en weet ik veel je zorg gaat maken, al aan werk gaat beginnen, je to-do-list opstellen, dat ik dan gewoon een beetje onrustig daarvan word en een beetje ongemotiveerd. Dus ik ga lezen. Ik ben nu You Are a Badass aan het lezen. Dat is een boek van, hoe heet zij? Jen Sincerow. En ik heb het idee dat best veel mensen dat kennen. Het is zo'n geel boek, weet je wel. En het is best wel leuk. Het gaat over, ja, het gaat een beetje over de law of attraction, maar ook gewoon over positiviteit en hoe je eigenlijk gewoon je dromen kunt waarmaken. Hi, blijf maar even daar, liefie. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben even dit gepakt. Zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik even lekker gegeten. En nu is het eigenlijk, hoe laat? Echt veel te laat al. 8:20 uur. Ik heb echt best wel lang beneden gezeten. Ik zat gewoon op mijn telefoon. Normaal gesproken doe ik dat natuurlijk niet, omdat ik dan naar school moet. Maar vandaag ben ik vrij, dus normaal gesproken zit ik dan een kwartiertje of zo beneden. Maar het is nu even tijd om mijn laptop open te doen en een to-do-list te maken voor vandaag. Ik heb er al wel eentje gemaakt, maar vaak vul ik nog wel wat aan en zo. Het is vandaag 16 april, vrijdag. Ik moet vandaag even schoonmaken hier thuis, 2 uurtjes. Ik moet wat pakketjes wegbrengen voor Vinted. Nog niet alles is verkocht op mijn Vinted-account, wel al heel erg veel. Maar als je nog geïnteresseerd bent, ik zal het linkje wel even in de beschrijving zetten van mijn Vinted-account. Kun je het vinden? Ja, Vinted, kun je het vinden. En ik ga in de middag naar Sam. Dus vandaag is eigenlijk best wel een chill dagje. Ik ga me denk ik even klaarmaken. In de zomer draag ik, of ja, het is nog geen zomer, maar wanneer het wat warmer is, draag ik eigenlijk heel weinig make-up nog. Allereerst doe ik zonnebrand op. Dit gebruik ik eigenlijk gewoon als moisturizer. Hoewel, ik vind deze niet heel fijn. Deze is volgens mij van de Action. Ja, je kunt zo wel zien. Ik krijg er best wel een glowy skin van. Mijn huid verbrandt gewoon echt zo snel. Zelfs aan het eind van de zomer nog. Dus
ik vind het gewoon echt heel belangrijk om me goed te beschermen tegen de zon. Dan doe ik een beetje concealer. Oké, dit is de concealer game dat we hebben vandaag. En ja, ik gebruik een droge beauty blender. I don't know. Ik vind het gewoon vreselijk om een natte te gebruiken. Ik weet niet. Ik vind het gewoon echt niet fijn aanvoelen. Dus deze ja, is nu wel wat harder. Dat is wel minder fijn, want anders zit je met zo'n nat ding. Ik gebruik mijn, hoe heet dit? Wenkbrauw setje. Ik kleur ze niet zo heel erg meer in. Maar ja, soms wil je gewoon toch nog even hier wat of zo. Weet je wel? Dat is een stukje beter. Dan heb ik dit aan mijn make-up routine toegevoegd. En ik voel me helemaal pro. Doe ik gewoon met een ja, wat grotere kwast. En dat is de mat bronzer van NYX. In de lichte kleur volgens mij. Ja, light. Ik vind het wel een mooi kleurtje. En ik weet niet, ik hou wel een beetje van bronzer nu. En ik gebruik het best wel dan een beetje als contour eigenlijk, bronzer. Maar ik zie ook wel echt verschil, dus dat is ook echt best wel fijn. Oké, dan is het tijd voor mascara. Even mijn wimpertjes krullen. Ik gebruik nu deze mascara, de Telescopic Mascara van L'Oreal. Omdat ik er op TikTok heel veel over had gezien. Maar ja, het is wel een oké mascara, maar ik vind het een beetje overrated. Het geeft op zich wel een mooi effect aan je wimpers. Meer dan een, weet ik veel, Essence mascara van 2 euro. Maar een Maybelline mascara van 10 euro doet dit ook. En deze was echt 22 euro volgens mij of zo. Oké, nee, dat is niet waar. Want ik heb hem samen met mijn bronzer gekocht en toen was het 20 euro. Ik weet niet, hij was iets goedkoper, maar... Ja, ik koop wel weer gewoon een Maybelline mascara de volgende keer. Oké, en dan de laatste secret. Ik heb geen oogschaduw, want ik vind het zonde om daar geld aan uit te geven. Als je ook dit hebt, dus ik doe dit met zo'n soort kwastje. En dan op mijn oog. Ja, weet ik veel of het effect heeft. Ik denk dat ik het wel leuk vind. En dan is dat de make-up look voor vandaag. En dan ben ik eigenlijk klaar om met de dag te beginnen. Dus nou ja, zoals jullie misschien wel hebben gemerkt... Ik heb mijn ochtendroutine een beetje aangepast. Ik probeer een stuk positiever te zijn in de ochtend. Een stuk dankbaarder. Ik voel me best wel positief. Ik heb zin in de dag. Het weer is echt fantastisch. Daar ben ik mega blij om. Ik ga lekker aan mijn planning beginnen. Lekker schoonmaken. Lekker economie leren en zo. En dan komt het helemaal goed. Dus heel erg bedankt dat jullie naar deze morningroutine hebben gekeken. Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het echt heel erg waarderen als je dat wel zou doen. Doe dan ook gelijk een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag, middag, avond, weet ik veel wat. En tot de volgende video. Bye guys!